welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het derde deel van de Justice League Crisis on Infinite Earths animatiefilm. En dit is dus niet alleen de finale van het Crisis evenement, maar daarmee dus ook van heel de Tomorrowverse, de DC animatiefilms die we in de afgelopen 5 of 6 jaar gehad hebben. En ja, net als het Crisis evenement tot nu toe en de Tomorrowverse in zijn geheel eigenlijk, is ook dit derde deel helaas best wel teleurstellend, helemaal omdat het zogenaamd zo'n grootste finale had moeten zijn. Ik denk wel dat het mijn favoriete deel is van de 3 Crisis on Infinite Earths delen, puur omdat hierin gewoon de meeste fanservice en actie zit, denk ik. Maar het eerste deel had dus wat meer de focus op The Flash, het tweede deel op Batman, en voor dit derde deel zijn Superman en Supergirl dus vooral aan de beurt. Want de grote cliffhanger van het tweede deel is dat dus alle helden samen naast elkaar stonden tegenover de Anti-Monitor, en dat gevecht duurt dus eigenlijk ook zo'n beetje heel deze film. Alleen met de dood van de Monitor is hij er blijkbaar in geslaagd om een soort pocket dimensie te maken, en die wordt de Bleed genoemd, en daar kunnen de helden dus soort van weer overleggen en strategische plannen maken. En natuurlijk krijgen we dus ook wat nieuwe helden te zien tijdens dit deel die we nog niet eerder gezien hadden, zoals Dr. Midnight, die ik bijvoorbeeld vooral kende van Stargirl, maar ook Black Canary van de Green Arrowhoek. En de wat meer out there cameo is die van The Losers bijvoorbeeld. Daar is volgens mij dus ook een film van gemaakt. Of misschien dat het alleen nog stripboeken waren tot nu toe. Maar dat zijn dus gewoon een soort Tweede Wereldoorlog soldaatjes binnen het DC Universum. Maar buiten dat ze dus de hele tijd tegen één grote reus moeten vechten in de vorm van de Anti-Monitor, krijgen we dus ook soort van multiverse vijanden nog. En dat houdt dus in dat ze het onder andere opnemen tegen dinosaurussen. Ook al maakt Joker daar later wel een grapje over dat dat eigenlijk filler was. En dat is dus eigenlijk ook wel zo. Maar interessanter was dat ze op een gegeven moment ook tegen nazi's moesten vechten. En dan specifiek dus ook nazi's die bepaalde Batman slechterikken in een nazi-versie hadden. Maar waar ik de film wel een beetje credit voor moet geven, is dat waar in het eerste 2 delen eigenlijk elke keer aanvoelde dat als er een cameo voorbij kwam, dat het gewoon echt puur en alleen voor de fanservice was. Dat het bij de derde deel grotendeels nog steeds wel zo is, maar dat er in ieder geval ook een paar verbindingen zitten met andere films die wel echt gevolgen hebben. Dan heb ik het met name dus over Apocalypse War, wat dus de grote climax was van het vorige DC animatieuniversum, maar ook de animatiefilm Warworld bijvoorbeeld, die wel dus nog binnen de Tomorrowverse was. Maar ja, voor die throwaway cameo zit er zeker wel een aantal hele toffe tussen nog, waaronder dus de originele Justice League animatieserie. Maar de belangrijkste, degene waar mensen het meeste over hebben, is overduidelijk die van Kevin Conroy als zijn Batman uit de Animated Series. Want helaas is die dus ondertussen al 2 jaar geleden overleden, maar dit was dus zijn laatste paar zinnen die hij nog heeft opgenomen binnen die rol. Of in ieder geval de laatste die nu nog is uitgebracht. Ik moet wel zeggen dat dit wel heel erg perfect is als zijn allerlaatste rol. En ik ben dus super blij dat deze is uitgekomen na die rampzalige Suicide Squad game. Want het is bijna alsof het zo had moeten zijn met de paar lijns die hij dus heeft als deze versie van Batman in deze film. Dat is oprecht gewoon een klein stukje perfectie wat veel fans denk ik wel emotioneel zal maken. En daarmee heb je dus opeens een heel erg bijzonder en speciaal momentje in een film die dus voor de rest van zijn duur eigenlijk totaal niet bijzonder of speciaal is. Maar ja, als je een beetje bekend was met bepaalde elementen van de Crisis verhaallijn uit de stripboeken, dan weet je dat Flash daar in zijn geheel natuurlijk ook een bepaalde grote rol in speelt. En zonder te veel weg te geven over zijn verhaallijn in dit gedeelte, komt er op een gegeven moment dus wel een baby Darkseid voorbij. En dat is dus ook wel het laatste wat ik verwacht had te zien. Maar nogmaals, ik kan in ieder geval waarderen dat ze wel een beetje respect op Darkseid en Apocalypse hebben neergezet. En dat in tegenstelling tot veel ander materiaal wat ze met de Tomorrowverse elke keer een beetje proberen te verdraaien. Ik was dus ook eventjes bang dat ze dat zouden doen met de grote dood aan het einde van het Crisis evenement. Maar ik ben dus blij om te zeggen dat ze op dat vlak wel gewoon trouw zijn gebleven aan de stripboeken. Want ja, aan het einde van de Crisis worden alle verschillende multiverse werelden dus gefused naar 1 wereld. En het leek er dus eventjes op alsof ze daarmee ook een knipoog en een hint deden naar James Gunn's nieuwe DC-universum. We hebben in de afgelopen 10 jaar of zo dus volgens mij 3 verschillende DC-animatieuniversums gehad. En omdat
dat deze nu tot zijn einde komt, zou je normaal gesproken verwachten dat er dan volgend jaar een nieuwe begint. Maar ik weet dus nu niet zo zeker of dat überhaupt wel doorgaat, want de DC animatiedivisie die komt in het komende jaar nog uit met 2 Watchmen films. Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje los van de rest van het DC universum en het zou me dus niet verbazen dat James Gunn niet meer van dit soort DC animatiefilms wilt uitbrengen. Want het lijkt erop dat het onder James Gunn wel echt de bedoeling moet zijn dat alles wat uitgebracht wordt gewoon onder zijn universum valt. Dus het zou best kunnen dat er daarbinnen ook nog steeds wel ruimte is voor dit soort goedkopere animatiefilms. Maar als die dus worden ingezet, dan denk ik dat die zich zullen afspelen binnen die wereld van James Gunn en niet zozeer meer een op zichzelf staand animatieuniversum zoals we hier met de Tomorrowverse gehad hebben. Maar ja, ik denk dus niet dat ik al te positief zal terugkijken op de Tomorrowverse en ik weet dus ook niet of er daarbinnen nog bepaalde films zijn die ik ooit zal herkijken, buiten misschien dan die eerste Superman film, Man of Tomorrow, die was nog wel oké. Maar ja, ik zei het dus al tijdens mijn reviews van de eerste 2 parts, maar dit is dus niet echt een crisis-waardig crisis-evenement uiteindelijk. En dat is dus toch best wel jammer, ondanks dat je hier wel nog een beetje mee kan vermaken tijdens het kijken. Het is alleen dat zo'n groot evenement in zijn geheel natuurlijk een heel stuk beter verdient uiteindelijk. En hopelijk, als ze dat dus ooit willen tackelen binnen dat James Gunn-universum, dan wordt het ook een stuk groter en epischer. Maar ja, heb jij al de kans gehad om Tomorrowverse DC animatiefilms te kijken? En ben je al toegekomen aan deze Crisis on Infinite Earths trilogie? Laat me weten wat je van de trilogie vindt en wat je van dit derde deel specifiek vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.